In deze video laat ik jullie zien dat het niet altijd succesverhalen kunnen zijn. Door omstandigheden heb ik de wormen minder aandacht kunnen geven. Natuurlijk heb ik ze wel incidenteel gevoerd, maar wat zijn de gevolgen? Zoals u ziet zijn de laatste voedselresten helemaal leeggevreten en bevinden zich daaronder ook de meeste wormen. Nadat ik de bak over de kop gooide, viel het mij op dat er bijna geen grote wormen meer waren. En dat de wormen die er nog waren, veel jonge wormen waren en erg rustig. Het feit dat er nog veel jonge wormen over zijn, is dat de cocons zijn uitgekomen. Ook viel het mij op dat er dus praktisch geen cocons meer zijn. Deze waren natuurlijk uitgekomen. En er waren geen nieuwe gelegd. U kunt ook zien dat alle voedsel is omgezet in vermicompost. Mooi zwart en vettig. Dit is dus geen goede basis meer voor wormen. Zij vertrekken of gaan dood. Maar daarna pakken we de draad weer op. Ik heb ze opgeschud en lekker gevoerd. Dit heb ik bewust bovenop gedaan, zodat de wormen naar boven migreren en ik ze uit de vermicompost kan halen, zodat ik dat kan zeven en gaan gebruiken. U ziet duidelijk dat het hier een vreetfestijn is in de bovenlaag. En ook dat de wormen bijna allemaal naar boven komen. Ik heb toch besloten deze video te maken om te laten zien dat het niet allemaal succesverhalen zijn die mensen meemaken, zoals zo vaak wordt gedacht. Ook bij mij gaat het dus af en toe mis. Zoals ik al zei, zijn de wormen naar boven gekomen en is de vermicompost gereed om te oogsten. Ik kan nu de extractie-emmer op de bak zetten, zodat ze daarheen kunnen migreren. Maar dat in een andere video. Ik hoop dat deze video toch leerzaam was. Wilt u meer van deze video's zien? Kijk dan op mijn kanaal. Vergeet u niet te abonneren. Druk op het belletje als u een reminder wilt, zodra er een nieuwe video is. Voor nu, dank u wel voor het kijken.